Sim, de eerste dagen zitten erop van de Vuelta. Hoe voelt dat allereerste grote ronde? Ja, dat is wel een beetje gek. In het begin dacht ik van het zou wel makkelijk zijn, maar ja, ik heb vannacht wat buikrampen gehad en nu begin je wel te beseffen dat het lang is en dat het niet heel makkelijk is. Wat maakt het verschil tussen een grote ronde en iets anders? Ik denk ook gewoon de transfers naar huis terug. Zoals gisteren was het echt heel druk met naar beneden rijden van de klim, dus dan ben je lang onderweg. Ze laat terug, het laat eten, laat massage, laat bij de kiné. Ik denk dat dat wel een beetje een verschil maakt. Amuseer je je ook een beetje? Ja. Ik lag afgelopen dag bij Harm op de kamer. We hebben samen zo'n Netflix-serie dat we kijken, dus het is wel leuk, ja. En ook in de bus, de sfeer is wel goed. Ja. Heb je nog plannetjes in je hoofd voor wat komen gaat? Ja, normaal wel. Het is nog lang en nog veel kansen. Ik denk dat het nu nog 2 dagen iets vlakker is en dan, vanaf dan is het echt elke dag echt lastig. Dus dat we dan goede benen hebben, dan moeten we wel wat aan te komen, denk ik.